De dag begint pas als je naar het nieuws kijkt. Maar de afstandsbediening werkt vandaag niet. Kom op. Brandon, we moeten praten. Ik moet je vertellen, niet nu Kylie, eerst het nieuws, oké? Brandon is weer bezig. Het is vervelend. Eindelijk. Oh Kylie, kijk. Dit is ernstig. Echt niet? Mensen, we zijn allemaal in gevaar. Het is het einde van de wereld, maar we kunnen gered worden. Ze verplaatsen ons allemaal naar Mars. Kylie, heb je het gehoord? We moeten opschieten. Dag iedereen, tot ziens op Mars. Brandon, ik ben zo bang. Kylie, verman jezelf. We kunnen dit. Oh nee, ze zijn te laat voor het einde van de wereld. Het schip is al vertrokken naar Mars. Maar er is goed nieuws. Brandon, hier is het ding. We krijgen een baby. Wat als er een connectie is met Mars? Ik wou dat ik nu met mijn beste vriendin kon praten. Nope, het werkt niet. Kylie, wat is er mis? Brandon, dit is verschrikkelijk. Mijn beste vriendin is op Mars. Niet huilen, schat. Ik ben hier bij jou. Kylie is zo eenzaam. Met wie kan ze eigenlijk praten? Oh. Stop, daar is Brandon. Schat, jij wordt mijn beste vriend. No. Kylie, nee, dat is geen goed idee. Wees niet bang, Brandon. No. Ga zitten. Zie je, het is helemaal niet eng. Brandon, je bent mooi. Laten we gewoon je neus poederen. Oké, beste vriendinnen hebben theefeestjes. Kijk en leer, Brandon. Plaats je hand hier en drink. Kom op, je kan het. Zoals je wil, Kylie. Brandon is zo'n goede student. Maar zijn nagels? Het is een nachtmerrie. Liever, doe het gewoon rustig aan. Ik zal het nu maken. De dingen die je doet voor liefde. Het is het allemaal waard. Yay! En er is nog een verrassing voor Kylie. Wow, het beste café in de stad. En alle tafels zijn vrij. Hey Ober, is hier iemand? Oh ja, zij zijn de enige overgeblevenen op aarde. Schat, de baby en ik hebben honger. En Brandon staat op het punt om hem geweldige service te geven. Uw menu, mevrouw. Ik wil dit, dit en dit. Zal ik doen, mevrouw? Okay. Kylie houdt niet van wachten, dus we koken snel. Verbazingwekkend. Chef Brandon heeft het geweldig gedaan. En nu is de ober hier. Uw lunch, mevrouw. Geniet ervan. Nu is Brandon weer Brandon. Laten we eten, Kylie. Maar zwangere smaken zijn een vreemd ding. Zout en zoet, wat kan er beter zijn? Dat is best goed. Vergeet het bestek niet, schat. Nou. Maar Kylie heeft het niet nodig. Brandon, je zult het niet geloven. Dit is zo goed. Probeer het. Echt niet? Dit exotische dessert ziet er niet goed uit. Maar er is geen houden aan Kylie. Brandon, kijk. De baby schopt. Maar papa heeft nu geen tijd. Dit is een moeilijk level. Hij moet alle schurken verslaan. Oh nee, dit is slecht. We moeten Kylie kalmeren. Schat, het is oké. Je buik is mooi. Dat is het idee. Kylie, ik heb een verrassing. Laten we gaan. Het is tijd om uit te vinden of het een jongen of een meisje is. Oh. Verrassing. Een ziekenhuisdate is geen goed idee. Maar omdat Brandon het wil... Ik ben klaar, je kan beginnen. Maar de dokter is er niet. Hij is naar Mars. Brandon neemt het heft in eigen handen. Nee, Brandon. Wat jij wil, Kylie. Zou een pincet werken? Denk er maar niet aan. Oké, laten we met het onderzoek beginnen. Brandon, we moeten een echografie doen. Doe het. Oh ja, juist. Dat is wat ze vroeger in de films lieten zien. Dit is een ramp. What? Waar is de baby? Doe je het weer? Je kan met niets vertrouwd worden. Kylie, ik wilde alleen controleren wat er in mijn maag zat. Maak je geen zorgen, schatje. Papa maakt een grapje. Het is tijd voor een geslachtsonthullingsfeest. En Brandon kwam met een geweldig idee. Schat, het is allemaal voor jou. Maar er zullen geen echte gasten zijn op dit feest. Enkel kartonnen. Brandon, ik kan dit niet meer doen. Ik wil niet de laatste zwangere vrouw op aarde zijn.
Wat is hij van plan? Wow, dat is zoveel beter. Nu zijn de gasten net echt. Ze lachen zelfs. Dank je, schat. En nu het moment van de waarheid. Laten we het samen doen. Kylie en Brandon krijgen een meisje. Dat is geweldig nieuws. Waar is Brandon als ik hem nodig heb? Hij beloofde dat hij een paar uur geleden terug zou zijn. Schatje, kijk eens wie hier is. Hij is zo pluizig. Hij is schattig. Brandon, wat heb je daar? Verrader, ik zal het je niet vergeven. Kylie, het was niet mijn schuld. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ga weg, Brandon. Ik wil je niet meer zien. Hoe kon hij dat doen? Wacht, Kylie is nu het enige meisje op aarde, dus... Zij kuste hem vaarwel. Bye bye. Oh, hoe gênant. Het is goed, Brandon. Ik vergeef je. Kylie is zo lief. Hoe kan je niet van haar houden? En er is een grote filmavond op komst. Het belangrijkste is om popcorn in te slaan. Eén portie is duidelijk niet genoeg. Er is niemand in de buurt. Je mag alles hebben. Wow. En je kunt de beste plaats in de hal krijgen. En de popcorn zal een lange tijd meegaan. Laten we alle smaken in één keer proberen. Wat een spannende film. Oh nee, het is zo triest. Niet huilen, Kylie. Eet je popcorn. Dat is juist. Snacks vrolijken haar altijd op. De film is zo grappig. Die zware stemmingswisselingen. Niemand zei me dat dit een horrorfilm was. Maar met Brandon is elke film een meesterwerk. Schat, ik ben zo moe. Kunnen we naar huis gaan? Je hebt gelijk, Kylie. Rust is vermoeiend. Ja, en de popcorn was echt... echt vol met calorieën. En de enige zwangere vrouw op aarde zijn is niet zo slecht. Alle winkels zijn speciaal voor jou. Brandon weet hoe hij Kylie moet plezieren. Laat haar kiezen. En hij zal de cashier zijn. Kylie's passen beginnen. Hoe opwindend. Maar er is één probleem. Deze kleren passen niet rond haar buik. Niets past. Oh nee, de storm komt eraan. Ik moet de liefde van mijn leven redden. Kylie, we bedenken wel iets. Dit gordijn zou een geweldige jurk zijn, toch? Ik weet het niet. Maar Brandon is een goede stylist. Wat een mooie jurk. Het belangrijkste is dat Kylie gelukkig is. Stoor de moeder niet in haar slaap. Zwangere slaap is een grote zaak. Het is koud. Dan is het weer warm. En het kussen zit in de weg. Ga van het bed af. Ik wil de hele tijd iemand knuffelen. Maar Brandon neemt zoveel ruimte in. Ga uit bed. Kylie. Daar moet iets aan gedaan worden. Een speciaal kussen zou helpen. Laat Kylie rusten. Brandon zal voor de zaken zorgen. Vul de jeans met het zachte spul en we zijn klaar. Wees geduldig, Kylie. Binnenkort zul je slapen als een baby. Dit is voor jou, schat. Dat is beter. Dit is wat Kylie heeft gemist. Een zacht kussen om op te knuffelen. Eindelijk! Iemand moet hier opruimen. Maar zaken zullen uitgesteld moeten worden. De baby staat op het punt geboren te worden. Brandon, het is al aan het gebeuren. Ga zitten en haal adem. Dat is wat het boek zegt. Drink nu wat water. Het is rustgevend. Ik zal alles doen, Kylie. En vandaag wordt Brandon een dokter. Wat een verantwoordelijke missie. Maar de zorgzame papa heeft het gedaan. En nu is er een mens meer op aarde.